We vinden het heel belangrijk dat we het menselijke aspect, wat we zo belangrijk vinden in ons bedrijf, kunnen doortrekken in de manier waarop we met mensen omgaan, ook tijdens sollicitatiegesprekken. En daarom hebben we ervoor gekozen om van start te gaan met wandelsollicitaties. En dat kan perfect binnen de geldende maatregelen, met voldoende afstand. En dat is de manier waarop we het vandaag aanpakken. We hebben hier de gelegenheid, dat is hier een prachtig domein, waarin dat wij wandelingen kunnen organiseren. En dat stellen wij dan ook voor aan de kandidaten. Het brengt hun aan de ene kant ook een beetje tot rust, omdat ze de stress van de ruimte tegenover elkaar valt dan weg. We kunnen meer focussen op hunzelf. We merken ook dat we dan eigenlijk meer een persoonlijk gesprek kunnen aangaan. En die persoonlijke touch, dat is iets wat wij heel belangrijk vinden binnen Brightest. En dat begint eigenlijk al bij de sollicitatie. Wat we wel merken is dat het gesprek vaak iets informeler is en dat we een informelere babbel hebben waar we ook wel de juiste informatie kunnen uitkrijgen. Het heeft ongeveer 3 kwartier denk ik geduurd. Het was gewoon van hoe zijn de ervaringen geweest, wat heb ik al gedaan, waar wilt je bereiken, wat wilt je bij Brightest doen, wat wilt je bij een werknemer enzovoort. Het was echt wel tof. Ja.